Voor de tweede keer op rij werd dit jaar in het Van Abbe Museum de foto-expositie van de Klik-Klik Community gehouden. De expositie was opnieuw georganiseerd door Nunenaar Kiet Tan, zelf ook deelnemer. Dit jaar is het een combinatie van Nederlandse fotografen en Indonesische fotografen. Allemaal bij elkaar gebracht in een Facebookgroep, de Klik-Klik Community. De Klik-Klik Community staat eigenlijk voor iedereen open. We hebben twee aparte groepen. Eentje is de Klik-Klik, dus als groep Klik-Klik, ccc.nl is dat. En dan kan ieder fotograaf in en mag hun eigen foto's uploaden, maar het zijn voornamelijk Nederlandse fotografen. En dan hebben we nog een Indonesische groep, de CCC. Dus dat is bij elkaar de vrije groep. Maar we hebben één groep, dat is de competitieve groep. En dat is ccc.competition. En daar heb je dus twee wekelijks een thema. En aan de hand van het thema kunnen fotografen dan hun foto's uploaden en op andere foto's stemmen en een duimpje geven. Nou, degene die de meeste duimpjes en stemmen heeft gekregen, dat is dan de winnaar van die twee wekelijks thema. En die hangt dan ook hier in de expositie. Met wat voor gevoel sta je hier? Ja, ik ben trots. De vrienden die hier exposeren, die hebben zulke mooie foto's ingezonden. Het is echt een feest om het hier te mogen bekijken en te zien. Tevens werd tijdens de expositie de Grote Paul Award, vernoemd naar topfotograaf Paul Huff, uitgereikt aan Lieve de Boek. Klik Klik en Grote Paul, dat zijn liaison partners die allebei foto's van een groep klassificeren, de mensen in ranglijsten brengen, bekronen. CCC doet dat bescheiden en voorzichtig. Grote Paul doet dat marketingwise, reclamisch, want die moet uiteindelijk naar een publieksartikel toe. En de excessieve ontwikkeling van de camera's heeft het fotofilmen tot stand gebracht. Want mensen kunnen met tegenwoordig, vroeger had je 20.000 beroepsfotografen en tegenwoordig wel 2 miljoen. Wat betekent het voor u dat u vandaag de Grote Paul Huff Award toegekend krijgt? Een ontzettend grote eer. Ik ben Jan van Buren en Annelies Schreuder ongelooflijk dankbaar dat die mij gevonden hebben. Eén, zomaar uit het niets hebben zij mij opgezocht en zo ben ik in het circuit geraakt. En nu heb ik dit jaar de grote prijs gewonnen. Ik vind het ongelooflijk. Ja, ik ben ook heel vereerd en heel dankbaar. Gaat het u iets opleveren, denkt u? Gaat u nu anders fotograferen? Of? Dat kan ik mij niet inbeelden dat ik nu anders ga fotograferen. Ik fotografeer al 40 jaar als amateur. En ik kan mij niet voorstellen dat ik anders ineens zal werken. En u blijft ook amateur? Ik denk op mijn leeftijd word je geen beroeps meer.